ingang. En ik kwam hier op Vaticaan. Wij woonden hier op nummer 26. En daar ben ik dus geboren. De bakker die hier gewoond heeft, die heette De Jong. En die ging altijd een biertje drinken in het Café De Beurs. En dan dronk hij zijn biertje uit hetzelfde glas, en dat noemden ze een paus. En omdat hij dus altijd, als je dus naar het café ging, zei hij, hey, dan komt die, de paus aan. En zo is dus de binnenterrein, is de naam ontstaan Vaticaan. Want ja, want de paus moet dus ook het Vaticaan natuurlijk, hè. Ja. En ja, goed. Het is ook maar in de tijdbestek geweest van dat het Vaticaan was van de 25 jaar. Daarna is dat eigenlijk nooit meer geweest natuurlijk, hè. Nee. Lonen, dit waren twee nummers, hè. Vergisten wij niet, hè. Dit hier waren de familie Lonen en die liep helemaal tot achter. En dit was allemaal van de familie Lonen met de groenten. Dit. Ja. En dan had ik hier, had ik dus kappersnaalden zitten. Ja. En ja, dat was bij ons zo, wij hadden hier in de Ruijsen geen lichtbad en ook geen inlumpdoes, dus het was gewoon in de taal. En ons moeder deed koud water in de taal en had een klein keteltje warm water erbij en daar moest ik mee doen. En verdomme, als ik in de taal zat, dan kwam er altijd wel een van de dochters van Rijntjes binnen om de huur op te halen. Dus, dat was toch, en dan stond ik weer te bibberen natuurlijk in mijn kontje met mijn handjes voor mijn kruis. Nu is er een, hier zit het restaurant van Pascal. Hier staat het pretgebouw van voor Albert Heijn. Hier dit stuk is Albert Heijn gebouwd. En hier hadden de Schapen Dries achterdoor lopen, dus dit is ook allemaal weg. Hier staan de flats van Schapen Dries naar elkaar weg. En, ja. Bij de federatie zie je die hier niet. Ja, het zijn gewoon ja. Zijn er nog veel uitvaartingen? Nee, dat zijn allemaal. Hoi, we hebben het. Ja, het is. We hebben. Vier jaar geleden. Dat is ook niet goed voor de opname. Opnieuw moet doen. Take 3. Maar goed, je bent hier volgens mij een jaar of vier geleden begonnen. Eerst, tenminste, je was met het Vaticaan bezig, dat is via de heemkundekring. Dat heb je. Dat is een heel goed voorbeeld voor andere miniatuurbouwers. Eerst nog kleiner maken, hè? Ja. Dan heb je een goed voorbeeld en het dan op 1 of 1 op 20. Hè? Ja, en dat is ontzettend goed gelukt allemaal. Daar natuurlijk Villa Mathilde en de koppelpaarden. Ja. Nou, je hebt hier toch wel even een paar hele bijzondere gebouwen heb je hier neer weten te zetten. Ja, ik weet nog dat. Toen je hier, toen je echt nog voor de heemkundekring dat had gedaan, dat we het erover hadden. En volgens mij heeft Daniel toen jou nog gevraagd van nou, zou je misschien dus ja, in hebben. Ja. Heel voorzichtig, want we dachten van nou, of hij dat nou wel wil, ja of nee. Nou, in het begin heb ik ook wel getwijfeld. Ik dacht, dat het allemaal te veel voor me. Ja. Ik had allemaal veel werk thuis, dus ik vond het eigenlijk wel leuk. Dus, ja, nou precies. En wij vonden het ook, want je past hier ontzettend, ja. ontzettend goed tussen de groep. Dus wat dat betreft is het ook ontzettend jammer dat je weggaat.
we hebben het wel zo geregeld. We hebben vorige week kwam hier weer een nieuwe vrijwilliger dat nu jij weggaat, dat eind augustus weer een nieuwe komt. Ja, dat is heel mooi, hè? Als we dat in alle teams zo zouden kunnen doen, dan zou het hier heel goed gaan, maar dat lukt natuurlijk helaas niet altijd. Daarnaast het goede werk wat je hebt gedaan, de bijzondere gebouwen die je hebt neergezet. Je kon er ook heel leuk over vertellen, want ik weet de opening nog van het Vaticaan. Want dat was natuurlijk toch iets heel bijzonders. Ja, omdat je er zelf gewoond had en er een aantal andere oud-bewoners kwamen. Dus dat was sowieso al heel bijzonder. Nou, toen kwam de corona natuurlijk ook nog, dus het werd al... De andere gebouwen, Mathilde, hebben toch iets minder aan gedaan, maar dat komt niet. Dus dat. Daarnaast vind ik het ook nog bijzonder dat jij tegenwoordig ook een relatie hebt, Karin, die vroeger bij ons in de straat woonde. Ja. En met wiens zoon en mijn zoon een tennisteam hebben. Die zijn trouwens nog Brabants kampioen geworden met Groen en Martin. Ja, tegen het heeft allemaal verteld, ja. Ja, dus het is allemaal, dus er zit wat dat betreft een soort van verbinding. Ja. En nu is Martin natuurlijk weer, dus die gaat met Dagmar. Dagmar werkt weer in de praktijk bij mijn zoon Erik. Dus, en dan woon je ook nog in het oude hotel Luf, zullen we maar zeggen. Ja. En dat Hotel Nuf was ooit van de familie Donkers, heel lang geleden. En daar heb ik ook nog een hele mooie foto van, dat de familie Pieter Donkers, dat hij daar zit met zijn kinderen bij Hotel Nuf. Ja. Dus zo zijn er allemaal van die lijntjes zo door Oosterhout. Dat heb je natuurlijk wel vaker, dat we, ik wil niet zeggen allemaal familie van elkaar zijn, maar allemaal hebben we wel iets met elkaar. Ik heb een kusje hoor, het heette Nuf. Ja. Omdat ik neem een kamer zat. Ja, dat vertel ik nog wel eens aan. Dat zijn allemaal zaken waardoor we elkaar, denk ik, ook in de toekomst nog wel eens een keer zullen blijven zien. Ik zeker, kom zeker, ik ga een deel van verschillende lijsten. Dat hoop ik ook, dat vind ik ook heel leuk als ex-vrijwilligers in ieder geval gewoon nog langskomen en een keertje koffie komen drinken. Ja, wat ik zelf gemaakt heb, ook nog even afpoetsen. Eens in de 14 jaar, elke week vind ik te veel, maar eens in de 14 jaar is toch wel. Dat vind ik leuk om te doen, dat er ook zo bij en dan zie ik ook dat het in stand blijft. Ja. En als er dan wat gerepareerd moet worden, dan weet ik dat. Dan kunnen we ook op jou weer een beroep doen op die zaak. Dus, nogmaals, hartelijk dank voor wat je allemaal hebt gedaan. We hopen je echt nog wel regelmatig te zien. Oh, ik wou trouwens ook nog zeggen, jij hebt ook nog als lasser, drukmachine, heb jij... En dan moet ik nou binnenkort ook, hier is eigenlijk weg. Maar dat heb ik samen met hand gedaan, hè? Ja, dat was best Nee, dat was wel. Hij had het heel moeilijk, maar het was ook nog wel even een... Maar ik heb het altijd weer neergevonden om het te mogen maken. Echt, ik vond het fantastisch, hoor. Ja. Toen ik helemaal met filamentelde bezig was, dan kon ik zo fantastisch op te doen. Dat is ook heel en daar heb ik ook s'nachts wakker van gelegen, hoe ik het allemaal zo doen. Dan heb ik dat ook niet gedaan. Hoop dat je nu ook beter slaapt. Al die spanning. Al die spanning. Ja, gewoon slaap. Nou, behalve taartje wil je ook nog een kleine meid geven. Ja, en jij ook nog bedankt voor alles. Oké. Iedereen bedankt. Dank je wel. Thank you.